We wouden dat de sloten netjes waren. Ja, toen dachten we eerst van, dan kunnen we de vissen mee zien, maar we kunnen ook troepen mee opruimen. En ja, zo is het een beetje ontstaan dat we een onderwaterkijker gingen maken. Het doel van Impact Door Connectie is eigenlijk mensen in staat te stellen om zelf een uitdaging te definiëren, maar daar ook zelf de oplossing voor te bedenken. Eigenlijk was ik op zoek naar het antwoord op de vraag, wat doe ik eigenlijk zelf? En ik kwam erachter dat de rode draad altijd was dat ik probeerde andere mensen in staat te stellen om zelfstandig oplossingen te vinden voor hun eigen vragen. Door het gebruik van technieken en processen en werkmethoden. En daar kwam een soort model uit voort van, maar toen dacht ik, dat kun je ook gebruiken om andere mensen hetzelfde te leren. Ja, Impact Door Connectie, ik ben er heel enthousiast van. Het zijn dingen die ik op het moment gewoon niet bezit om het aan de kinderen te geven of te leren, of de basisschool ook niet. Dus de Biep is hier geweest en die bracht spullen zoals een 3D-printer, de Fries Lab kwam binnen, lezen, snijden, programmeren leren, de microbit hebben ze geleerd om daarmee te werken. En heel veel vakkennis, heel veel mensen met veel vakkennis die de kinderen goed konden begeleiden daarin. Ja. Ton Zijlstra is een partner van ons, heeft helemaal niks met bibliotheken te maken, maar zijn werkmethode paste perfect bij wat we wilden bereiken met Impact Door Connectie. Nou, een van de dingen die er voor mij wel uitsprong was dat een meisje zei van ja, ik vind het leuk om dingen mooi te maken, maar dat zal wel niet waardevol zijn. En zij kwam ook echt tot ontdekking van ja, maar dingen mooi willen maken hoort er ook echt bij om iets op te kunnen lossen. En dat vind ik dan mooie winsten uit zo'n project. Vaak blokkeren kinderen als het een moeilijke opdracht was, van, nou, maar dat kan toch niet, dan blokkeren ze. En nu was het van, oké, wat kan wel? We gaan het heel goed uit elkaar halen, maar het plan moest wel bedacht worden. En dat hebben ze wel geleerd, om daar ook de tijd en rust voor te nemen, want dat is gewoon een goede opbouw naar het resultaat, naar het ontwerp. Ja. Dus als het gaat over de bibliotheek, de school, de kinderen, de netwerken die kinderen hebben en dat samenbrengen van al die kennis. Dat is eigenlijk waar dit project over gaat. Dat is eigenlijk ook de manier waarop we het allerliefst werken.